yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Yo boys, leuk te kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Steven en vandaag ga ik gewoon lekker een potje dominee spelen met de VNP Fastmax Quick Draw. Ik ben afgelopen weekend heb ik heel veel dingen gedaan, waaronder de 24 uur livestream en waaronder dat ik naar UFC ben geweest. Daar hebben jullie eerder al een video van gezien vandaag. Dus mijn keel is een beetje wat minder, mijn stem is dus een beetje wat minder dan ik wou zeggen. En ja, laten we maar gewoon lekker potje Black Ops 3 spelen. Ik heb de laatste tijd gemerkt, ook tijdens de 24 uur livestream, dat de VNP een stuk beter is. Dus daarom dacht ik, hey, waarom gaan we niet weer met mijn oude favoriete wapen spelen? Want dit was namelijk mijn oude favoriete wapen. Dus ik dacht, YOLO, we gaan er gewoon even kijken of die echt inderdaad zo chill is. En tot nu toe, ja, ik vind hem best wel redelijk relaxed. Alleen ik heb geen scavenger aanstaan in deze klas, vind ik wel een beetje jammer. Dus we gaan even uitchecken hoe deze VNP weer speelt. Ik heb deze ook al gewoon echt max prestige. Want je kunt namelijk weapon prestige volgens mij kon je doen met wapens. En dat heb ik toen ook gedaan met deze VNP. Want ik in het begin heb ik echt super veel gespeeld met de VNP. En dan werd hij natuurlijk wat minder gemaakt. Is hij genervd. En toen ben ik met Kudde gaan spelen. Maar... shit. In ieder geval... Maar ja, de VNP is natuurlijk weer geüpdate. Dus hij zal waarschijnlijk vast wel een stukje sterker zijn. En een stukje beter. En een stukje leuk om mee te spelen weer. Dus ik ben benieuwd. Ik ben redelijk benieuwd. We spelen lekker Domination. Ik vind alles mooi. Het is echt super warm weer. Het is echt heerlijk weer trouwens vandaag. Maar het is wel echt super warm op mijn kamer. Dus dat is even iets minder. Mijn kamer, ik leef natuurlijk. Ik slaap natuurlijk op zolder. Ik sta natuurlijk op zolder, dus alle warmte gaat naar boven. En mijn raam is dicht en mijn waaier is dicht. Anders horen jullie al dat... van mijn waaier. En dat wil ik niet. Dat vind ik een zonde. Dat is niet professioneel als je dat hoort. En ik heb natuurlijk mijn raam uitstaan, omdat anders mensen mij horen schreeuwen. Zijn ze geliefd? Ja. Ze blijven niet meer in de potjes zitten, man. Altijd. Of van hij al echt al een hele lange tijd blijft hij niet meer in een potje zitten. En dat vind ik best wel redelijk jammer dat dat zo is. Want dat maakt het spel natuurlijk minder leuk om te spelen. Maar ja, dat mag de pret niet bederven. Het is natuurlijk al weekend geweest. Dus alle tryharders zijn natuurlijk alweer van Black Ops 3. En die zijn lekker naar school of weet ik wat. Ze belangrijkere dingen aan het doen in hun leven. Dus wij hebben geen leven, dus wij gaan proberen gewoon lekker potje Black Ops 3 te spelen. Hiphi is echt verrot op die VNP, zeg. Holy shit. Koud eens even, ik speel alleen maar met support streaks, vind ik leuk. Ik merk ook weer aan mijn neus dat het hooikoortseizoen is begonnen, jongen. Ik had laatst in de krant gelezen dat er een hele deken van pollen over Nederland ligt. En dat is best wel heel erg irritant voor mij. Want zoals misschien de meeste van jullie wel weten, ik ben allergisch voor pollen. Oftewel, ik heb hooikoorts. Ik begin er een beetje last van te krijgen. Ik heb er nog niet heel erg veel last van, maar ik begin er last van te krijgen. En dan merk ik, mijn neus. Ik moet snel even pillen gaan halen, man. Want je kunt er namelijk ook weer de druppels voor halen voor je ogen. Of je kunt er... Wow, joh, die man gaat goed lekker, man. Spreetje kun je halen voor je neus of in je mond of weet ik veel wat allemaal. En ik ga meestal gewoon voor het pilletje, vind ik gewoon lekker relaxed. Want ik hoef geen zeikzooi in mijn oog te hebben of een spreetje in mijn oog of weet ik veel wat allemaal. Bij ons heten, jongens. We gaan lekker. Er zijn weer mensen gejoined. Teammate even vrat. Ik wou dat ik wat voor mijn keel had nu, maar die heb ik weggegooid. Ik heb mijn strepsels die ik had, heb ik weggegooid. Vind ik wel jammer. Ze waren namelijk ook niet meer goed. Maar ja, weet je, ik bedoel, als je... Ik choke hem 90 punten voor mijn hater, fuck sake. Als je natuurlijk last hebt van je kill, dan no breed weg, weet je wel. Ja, op donder, ik zag je al. Ik kan natuurlijk ook honing, thee en honing nemen, maar ja, ik heb er nu geen tijd voor. En het is super warm. Het is super warm. En ik heb geen zin in warm drinken, laat ik het daarbij houden. Ik heb geen zin. Ik heb lekker ook een koud flesje water naast me liggen. Heerlijk, ik hou ervan. Ik ben wel blij dat het warmer wordt, daar niet van. Maar weet je wat het is? Het is gewoon warm tijdens het opnemen. En dat is heel erg irritant. Dat is een van de nadelen als YouTuber zijnde.
Je moet opnemen in warm weer. En al helemaal in je eigen warme kamer. Waar het moeilijk is om een ventilator te hebben. Of een airconditioning zou wat chill zijn. Maar ja, daar heb ik geen ruimte hiervoor. Maar dan is het bijvoorbeeld gewoon moeilijk om bijvoorbeeld een ventilator aan te hebben. Want dan hoor je gewoon dat tijdens je opnames. En dat is gewoon schijtirritant. Dat zijn we altijd aan het nemen als YouTuber. Ik kan niet eens normaal mijn raam openhouden. Want mensen horen mij schreeuwen dan. Echt, ik klink super zielig met die stem, jongen. Jongens, ik ben niet zielig. Ik heb alleen gewoon een beetje last van mijn stem. Nee, we gaan lekker, jongens. Het staat 24-7. Nou ja. Ik ga weer het standaard zinnetje zeggen. Wat iedereen bijna doet, denk ik. Het is mijn eerste potje van de dag. Dus ik mag zeker niet klagen. Ik mag wel klagen van die fucking jeuk in mijn neus. Ik word er zo scheidziek van, nu al. En oh god, en het hooikortseizoen is nog amper begonnen, jongens. Ja, jij bent een goede speler. Jij draait je om. Good boy, mate. Good boy. You're a very good boy. You're a good boy. Jij zit aan het campen. Jou mag ik niet. Daar zit er één. Ja, jij zag mij op UV. Good boy. Ah, shit. Maakt niet uit. We gaan lekker, jongens. We gaan hard. Ik vind de VIP inderdaad wel een stukje leuker geworden. Eerlijk gezegd. Ja, was eerst namelijk, zoals meest van jullie weten, echt heel erg poepscheid. Oh, iemand. Oh, teammate heeft heet gehaald. Toppie! Zo willen we het zien. Dat is hoe het hurt. Dat is hoe het hurt. Ik wil B-vlag niet cappen eigenlijk. Ik wil een beetje langer spelen. Ik vind namelijk Black Ops 3 vind ik nu opeens veel leuker. Sorry jongens hoor. Ik heb echt jeuk aan mijn neus, jongen. Ik kan het niet negeren. Ik kan het gewoon niet negeren. De mensen met hooikoorts weten natuurlijk waar ik over praat. Dat is gewoon heel lastig. En dit is gewoon niet de tijd van het jaar waar je in wilt zitten. Want dat is gewoon scheid irritant. Oh nee. Oh god. Wat gaat er gebeuren? Ah, jongen. Jij was ook zo weak. En jij ging als een poephond. Scheiterd ging je daar naar achteren weer. Mag jou niet. Je bent een very bad speler. You are a very naughty boy. Naughty boy. Very naughty boy. Don't like that. I gotta have it. Dank je voor de haters, jongens. Jullie zijn goed. En ik ben super slecht, want ik haal geen hater. Ik ben zo slecht. En la ta 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 ta. Weet je wat het is? Warm weer maakt me heel erg blij. Maar ik begin wel te zweten. En dat vind ik heel erg schijtirritant. Oh, hoi. Very good boy. Very naughty boy. Yes. Count hier 4, hier 4 knallen. Ah, ze lief al, jongen. We hebben gewoon 100% NL gewonnen. Hey, very naughty boy. You're a very bad boy. Die pak ik wel. Dankjewel. Ik wil die ook nog. Mag dat? Achter jongens. Oh ja, die pak jij Mario. Pff. Jezus, mijn teammate gaat ook lekker. Snipe 3. Holy crap. Die had alleen maar haters en rats. En alles wat er maar bestaat in Call of Duty haalt hij. Maar haalt hij een nuclear dough? Kun je alsjeblieft geen kills van me nakken? Want anders kan ik geen hater halen voor ons. Kan ik sowieso niet. Kappa. Jongens, laat mij eens even wat kills maken, jongen. Let op. Kom ik één iemand tegen? Hey, kom ik één iemandje tegen, dan ben ik weer dood. Let maar op. Ik pak even zijn wievel, want ik heb bijna geen ammo meer voor mijn VMP. Oh, zat hij achter me. Dankjewel, teammates. You're very good boys. Oké, boys, mag ik nou even wat kills? Ik wil mijn hater halen, anders voel ik zo slecht. Dan gaan mensen mij slecht noemen. Ik kan geen hater halen. Oké, dank je. Nu mag ik me niet meer slecht noemen. Wow, die man schoot mijn hele ding in één keer kapot. Mijn kletkarmer. Oh ja, voor de mensen die het vroegen. Want ik krijg heel veel de vraag van. Hé, zit hier nou? Welke specialist is jouw favoriete specialist? Kinetic Armor, jongens. Kinetic freaking Armor heeft mij zo vaak gesaved. Dat is niet meer normaal. Dankjewel, teammate. Voor het helpen, jongen. Dat is gewoon overpowered. Ik vind het niet eens meer leuk om bijvoorbeeld de Seraph. Oh, hij heeft een nieuwe launcher. Om de Seraph bijvoorbeeld te gebruiken. Of de Firebreak. Ik vind het gewoon leuk om Kinetic Armor te gebruiken. Want daar haal ik hele chille potjes mee. Want die kan mij helpen als ik het moeilijk heb. En we hebben alweer gewonnen, jongens. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. We gaan gewoon super te goed. Oké. Hoeveel staan we? 49-11. Nou, ik vind het helemaal mooi. Jongens, heel bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het natuurlijk leuk hebben, vond ik even een blauw duimpje achter. Oh, ik deed mijn auto. Blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal? Wow, jongen.
Break drop. Dikke voice crack. Ah! In ieder geval, mocht je dit natuurlijk, zoals net al zei, leuk vonden, natuurlijk even een blauw duimpje achter. Holy shit. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check natuurlijk even mijn kanaal uit. En abonneer op mijn kanaal als je het natuurlijk awesome vindt. En laat jouw reactie even achter. Wat jij tot nu toe vindt van de VP. Wat jij nu vindt van de VP. Dus ja, wat ik net al zei. Ah, ik begin door te praten. Jongens, anyway. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij mijn volgende video. Later, jongens.